Ja. Ja, de trouwe volgers, die weten wat er aan zit te komen. Ja, bekende eitje tik, vrienden. Ja, maar ik moet wel naar het eitje tik grijpen, want ik heb gewoon niet zo'n goed gevoel over Nederland-Turkije. Nee, want iedereen is zo van, ja, nee, oh, we lopen zo door naar de finale. We lopen zo door naar de finale. Gebaseerd op wat? Op die wedstrijd tegen Roemenië? Dat Roemenië, die kunnen er echt helemaal niks van. Gewoon zo verdacht, amateuristisch. Ja, vrienden, nee. En daar winnen we dan van. En dan gaan we in één keer met z'n allen, gaan we de Polonaise? Nee. Kom op nou, vrienden. We hebben eigenlijk nog niks. We hebben helemaal nog niet een echt goed Nederlands elftal gezien. Tot nu toe. Nee. En dan moeten we nu tegen Turkije. En Turkije, vrienden, die spelen voor volk en vaderland. Neem dat maar van mij aan. Die spelers die komen gewoon met de Turkse vlag in hun ogen komen die het veld op. Ja. Die horen de hele wedstrijd het volkslied spelen. Die alsof Nederlandse spelers dat. Die weten helemaal niks van volk en vaderland. De paaien en al die gasten. Die hebben daar nog nooit van gehoord. Die weten niet eens wat het is. Die moeten het opzoeken in het woordenboek. Voor volk en vaderland. Hoezo? Wat is dat dan? Ja. En daarom. Die inzet. Die intensiteit en al dat soort dingen meer. Daar maak ik me zorgen over. Ja, met Nederlands elftal. Dus ik weet helemaal niet of dat nou allemaal zo goed gaat aflopen. En daarom hebben we deze jongens. De eieren die moeten het mij gaan vertellen. Zij gaan ze nu spreken, vrienden. En daar gaan we dan. Zijn jullie er ook klaar voor? Voor de mensen die het nog nooit gezien hebben, het ei wat stuk gaat. Boem, ik ga gewoon zo, boem, eieren tegen elkaar. Ei dat stuk gaat, verliest. Heel simpel. Goed, nou daar gaan we dan. Nederland en Turkije. Daar gaan we hoor. Ik ga langzaam. Huppatee. Daar komt ie. Wat een spanning ineens. Ja, het is toch een wedstrijd waar het er echt om gaat. Ja. Gaan we naar de halve finale, ja of nee? Oh. Nou, kom op. Nou, daar gaan we hoor. Ja, daar gaat hij. 1, 2, 3. Boom. En stuk is Nederland, vrienden. Ja, stuk is Nederland. Oh, ja. Ja, ja. En kijk eventjes. Want jullie gaan natuurlijk weer zeggen, ja, een andere ei, dat zeggen jullie altijd. Dus die is wel hard gekookt. Nee, kijk hier. Hier, het eitje van de Turk. Hier, kijk. Zien jullie het? Ja, hier. Eitje van de Turk is gewoon, ook een gewoon ei. Vrienden, bereid je er maar op. Vast op voor. De eieren hebben gesproken.